is de hoofdstad van de wijnregio Elzas. En daar komen echt heerlijke witte wijnen komen daar vandaan, waaronder de Riesling en de Gewürztraminer. En de Elzas ligt eigenlijk heel erg dicht bij Nederland. Je kan er gewoon in een paar uur naartoe rijden. Het heeft een hele interessante bewogen geschiedenis. Het is een tijdje Duits geweest, toen weer Frans, toen weer Duits en nu al een hele aantal jaren Frans. Maar dat Duits, dat zie je nog steeds overal terugkomen. We staan hier in de wijngaard van een van onze nieuwe wijnboeren in de Elzas. Tussen Straatsburg en Basel. Dan heb je dit. Vertel eens even iets leuks over dat huis, Kim. Oké, dat huis dat wordt gerund door twee broers. En die zijn dus vanaf het begin tot het einde zijn die helemaal volledig bij een product zijn ze betrokken. En echt met enorm veel enthousiasme kunnen ze daarover vertellen. En dan is het ook gewoon, welke vraag je ook op ze lanceert, je krijgt een enorm enthousiast verhaal, krijg je weer terug. Het is echt heel erg gaaf om mee te maken. Daarnaast, het totaalplaatje klopt gewoon. Ze maken dus hele goede wijnen, die ook door heel veel wijnkenners worden gewaardeerd. Waaronder de Guitachet en andere prijzen die ze hebben gewonnen. Daarnaast hebben ze echt wel hele nette prijzen. En ze werken ook nog op een milieuvriendelijke manier. Dus de organisatie, de Terra Vitis, daar zijn ze ook bij aangesloten. En dat betekent dus ecologisch, maar ook toekomstgericht.